Arigato. Vandaag maken Japanse en Amerikaanse ribbetjes met sla en of kolen. Maar ik ben echt een loser. Een wanker, een blutskop, een schattig babytje met niet al te veel gezichthaar. Maar ik heb fucking veel honger. Mooi lachen in de camera. Dit zijn de ingrediënten voor de Japanse lakage voor de ribbetjes. En dit voor de Amerikaanse. En ik ga dus beginnen met de Japanse lak te maken. Beginnen doe ik met 100 gram misopasta, voor de helft witte en voor de helft rode, zodat er iets meer diepgang van smaak is. En daarna voeg ik 50 ml mirin toe. Mirin is Japanse kookwijn en als je dat niet hebt, ja, dan moet je naar de winkel, want je hebt dat echt voor nodig. Een eetlepel sesamolie voor de lekkere geroosterde smaak. Uiteraard Japanse sojasaus, ook 50 ml. En om de ribbetjes lekker te laten karamelliseren, ga ik nog 50 gram bruine suiker toevoegen. En als laatste 100 ml op een klein glasje sake. Alles even tot het kookpunt brengen, zodat alle smaken zich goed kunnen verdelen. En dan onder elkaar mengen met het schattigste klopperke ter wereld. De Japanse lak is klaar en dan is het nu tijd voor de Amerikaanse. Maar daarvoor heb ik een blender nodig. Eerst en vooral een shallot in kleinere stukken snijden om de blender wat te helpen. Anders moet je hem zo een dik stuk blenden en in kleinere stukken gaat dat beter. En je mocht dat ook doen voor een teentje look. 100 gram ketchup, 50 ml whisky en het is eigenlijk nog beter om Amerikaanse bourbon te gebruiken. Bijvoorbeeld Jack Daniels. En weer 50 gram bruine suiker voor de karamellisatie. 25 ml cidrazijn, 25 ml. Worcestersaus. Het is niet Worcestersaus, het is gewoon Worcestersaus. En als laatste 1 eetlepel mosterd en een flinke snuif zwarte peper. Ook dit mengsel mag weer aan de kook gebracht worden om alles te doen versmelten, maar vooral ook om de rauwe shallot en look even te laten garen. De Japanse lak en de Amerikaanse barbecue saus zijn klaar. Ik ga nu een deel invrijven met de Japanse en de andere met Amerikaanse. En om een mooi onderscheid te maken, ga ik de Japanse even afwerken met sesamzaad en de Amerikaanse met een beetje zwarte peper. De ribbetjes gaan nu 2 à 3 uur garen in een oven van ongeveer 120 graden op een rak, zodat alle warmte overal goed aan kan. En om het half uur mocht je nog wat saus bijstrijken, zodat ze lekker sticky worden. En dan ga ik ze straks met Lennart afwerken. Bij de ribbetjes komen nog 2 side dishes coleslaw. Wederom de Japanse versie ervan en een Amerikaanse. En ik ga beginnen met de Japanse. Daarvoor snijd ik een kwart van een witte kool gewoon in hapklare stukken. Je mag gewoon die bladeren even van elkaar halen. Op smaak brengen met 2 eetlepels ponzu. En als je dat niet hebt, mag je gewoon een klein beetje sojasaus en limoensap gebruiken. Maar probeer toch ponzu te kopen. Dat is echt een super lekker sausje. En de 2 laatste smaakmakers zijn sesamolie en sesamzaad. Ongeveer een kleine eetlepel van elk. Alles goed onder elkaar mengen en je hebt een heel basic, maar heel lekker Japans slaatje. Voor de Amerikaanse coleslaw begin ik met de kruiden. 1 koffielepel komijnzaad, 1 koffielepel zwarte peper en een snuifje zout. Daarna is de beurt aan de natte ingrediënten. 1 koffielepel honing, 1 eetlepel cidrazijn en 4 eetlepels mayonaise. Alles goed onder elkaar mengen en dan is het tijd voor de groenten. Ik ga beginnen met een kwart van een witte kool te raspen op een mandoline. Maar als je dat niet hebt, is een gewone rasp prima. En daarbij komt nog een volledige wortel en een halve appel. En om het af te werken is het heel simpel. De groenten gewoon mengen in de saus en je hebt coleslaw. Lenny boy. Oui. Ik heb die ribbetjes 2 of 3 uur, of bijna 4 uur ondertussen, opgezet. Als ik ze er ooit uit krijg. Normaal is het altijd wel een taflaar geweest, hè. Ja. Miljaren. Wat pijs, hè, jong. Ik ben een vegetariër geworden. Gewoon miljaren, dat ziet er goed uit. Die met sesamzaad is de Japanse. Mm-hmm. En die andere met zwarte peper, want die zie je nu niet meer, is de Amerikaanse. Dus we gaan de juiste rub er even over doen. Pak jij de Amerikaanse. Je mag hier beginnen op deze helft. Moet ik gewoon dabben? Ja, gewoon zo'n beetje dabben. Dabben, hè. Kijk mama, ik kan koken. Kijk die aan. Kijk die aan. Ik ben je zoon weer aan het proberen te helpen. Moederschip. Leren koken, maar... Na al die jaren. Het gaat waarschijnlijk niet lukken, zeker? Dat wel. Je mag volledig op... Nee, niet volledig, hè? Ja, die mag volledig. Ja? Ja. Eet je graag ribbetjes? Mm-hmm. Wie niet?
Vegetariër. Dat er op geen zak. Dat gaat nu dus terug in de oven onder zo'n grillje. 10 minuutjes totdat dat zo lekker gekarameliseerd. Kun jij dat deurtje open doen? En nu dus echt goed in doorgaan. Zullen we de deur van de oven krijgen niet? Ja, is goed. Dus nu moeten we dat echt goed in doorgaan, want anders gaat dat verbranden. Doe die geit ook. Ja. Even in doorhouden. 5 minuutjes, 10 minuutjes ongeveer. Tot zo meteen. Wie gaat eerst stoppen met kijken? You tell me. A few moments later. De ribbekjes zijn gelakt. Bam, bam, bam. Matje. We gaan de ribbekjes eten met een beetje coleslaw. De Japanse ribbetjes met de Japanse coleslaw en de Amerikaanse ribbetjes. De Amerikaanse coleslaw. En dan ben ik heel benieuwd welke dag jij het lekkerste vindt. Ik ging nog iets zeggen. Ah ja, moest je op YouTube kijken, like, subscribe en klik op dat belletje hierboven, zodat je op de hoogte bent van wanneer er nieuwe filmpjes online komen. Moest je op Facebook kijken, mocht je altijd Lennart Cusumano taggen of toevoegen als vriend. Ja, ik voeg iedereen toe. Voilà. Ja. Ik ben zo... Heb je mij in de war gebracht? Ah, yes, in mijn tekst. In de war gebracht. Like, subscribe... Nee, subscribe. Maar dat zeg je niet op Facebook. Nee, like, tag een vriend die graag ribbetjes eet en deel het met al uw vrienden en familie. Ja, of een onkel. Is ook goed. Of een tante, ja. Ja. Dat mag, hè. Er is niks fout mee. Het vond een beetje zielig, maar het mag. Kunnen we afronden? Lekker bang. Chefam. 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 Bye bye. Le fin. Misschien een stom zicht. Denk je? Ze is echt stom. Ik kan beter rechts staan, dat weet ik ook. Ja. Ja. Mega sap. Ja, dat is goed. Miljarden. Swipe en zo. Nu de Japanse. Is dat, zeg je dat zo in Japans? Chin? In het Japans zeg je itadakimasu. Itadakimasu. Ja, kijk. Welke vind jij de betere? Ik vind die altijd top. Altijd top gewoon. Schoen.